allemaal. Dit is, iets voor 8. Het is 8 uur. En dan... Jammer genoeg is het geen avond. Waarom? Omdat ik voor mijn B mag afzwemmen. Oh, today is D-Day. Gaan we afzwemmen? Maar ik wil voor mijn C, alleen voor papa wil toch niet. 2. Oh, waarom niet dan? Omdat je niet de hele tijd weg wil. Ja. Ik vind het ook alweer goed. Ik heb nu jarenlang zwemles gehad. En nu kan je gewoon lekker vrij zwemmen. Dus het is eigenlijk gewoon genoeg. Uit. Ik wil gewoon ook even in het zee gewoon. Ik heb er 3 voor. Nee, goed. We houden het nog even bij. Hé, Rabbit? 4. Yay! Nou, dat is Esme. Blij als een konijn. En dit is Jonah. Hé, hey, Joe. Good morning, Joe. Ja, good morning. Alright. Nou, we gaan de dag beginnen. Het is vandaag ook juffendag. Vandaar dat ze ook zo dressed up is. We hebben nog even 5 minuten. Altijd tijd tekort. Veel te laat in bed gekomen. En ik ga vandaag nog pizza bakken. Oké, ze gaat vandaag pizza bakken, hoor ik. Nou, en jullie gaan het meemaken? Vandaag, de dag. Woensdag. Ik kan de school meemaken. Oké, daar is ze weer. Wat chique idee. Hey. Nou, gaan we jou naar school brengen. Goedemorgen allemaal. Ik ben een soort van nog niet helemaal wakker. Mijn ogen prikken nog een beetje. Het was gisteravond laat. Druk bezig geweest aan wat teksten en wat voorbereidingen. Dus en dan moet je weer vroeg op. Net Jonah en SB weggebracht. Gaan altijd naar 2 verschillende scholen. Dus altijd weer even ritten. En altijd op tijd komen. De een heeft juffendag en de ander heeft een gewone woensdag. En dan, gewoon weer de hele dag voor ons. En daar heb ik zin in. Yes. Druk bezig ook met de family camp in Italië. Echt altijd leuk. We doen het voor de 2e keer nu in samenwerking met Team F. Teamfamilien.de, in dit geval .Oostenrijk. En met het team van Oostenrijk gaan wij gezinnen uit Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland en andere Duitsstalige landen, of mensen. Gaan we een week hebben, 10 dagen. En dan gaan we met hele leuke activiteiten aan een aantal thema werken. Het thema voor dit jaar is Inside Out. En daar zal ik een aantal keer over spreken. Samen met een andere collega, Henk de Vries. Ik ken deze meneer niet, maar we zijn geconnect. En samen gaan we onder andere met een ander Oostenrijks team aan de slag met deze gezinnen. En daar hebben we er heel veel zin in. Dus Henk, als jij dit leest, ziet. Ik heb zin om je lijven te ontmoeten. Levende lijven. En dan dit mooie project te doen. Family Inc. Ja, we zijn bezig. Nog steeds. In voorbereiding. En we hebben echt heel veel zin om weer nieuwe dingen te gaan doen. En we kijken weer uit naar een weekend. Al zou het 2 dagen zijn. Gewoon een weekend met elkaar. Als gezin en bouwen met elkaar. Aan elkaar. En ja. Nou ja, goed. Daar zijn we nog druk mee bezig. Er komt een vervolg, want we hebben natuurlijk geweldige activiteiten gehad van Family in the Park. Nou ja, daar moet natuurlijk een vervolg op komen. Maar dat komt eraan. Daar zijn we druk mee bezig. Voor de rest, nou ja, goed. Het is super slecht weer. Het zal de hele dag regenen, dus dat betekent, blijf lekker binnen. En neem lekker bak thee of koffie. Doe een gezellige chat met je collega. Of als je thuis het werk bent, zet een gezellig muziekje aan. Pak de stofzuiger. En blair lekker mee tijdens het huishouden. Hey, lieve mensen, ik ga weer aan de slag. Ik wens jou een fijne dag. Tot later. Hoi.